Welkom bij de 5.2 Biocast over natuurwetenschappelijk experimenteren. Van Helmond dacht dat muizen gemaakt konden worden en dat alles wat je nodig had een ijzeren pot was, kaf van koren wat je in die pot deed, een onderbroek, vuil ondergoed in ieder geval dat je in de pot deed en dan maar 14 dagen wachten en dan had je muizen gemaakt. Dit voldoet niet helemaal aan de regels voor het controle-experiment. In dat geval had hij een pot moeten nemen die hij in een gazen kooi deed en dan 14 dagen laten staan. En dan zou hij gemerkt hebben dat de muizen alleen bij de pot kwamen waar geen gaas omheen zat. Dus daarom is het belangrijk dat je een controle-experiment hebt en dat goed opzet. Je mag dus maar één verschil hebben bij zo'n controle-experiment en dat is de factor die je onderzoekt. Een vlek, daar zit misschien wel zetmeel in. Wanneer je nu een enzym bij dat zetmeel doet, in van die vlek, en je controleert hem dan met jodium, dan kan je concluderen dat het enzym het jodium het zetmeel heeft afgebroken. Maar ook daar mist het controle-experiment. Daarvoor zou je ook een reageerbuis moeten hebben. En daar doe je geen enzym bij. En wil je het dan helemaal goed doen, moet je daar ook nog eenzelfde hoeveelheid als je van het enzym bij de reageerbuis gedaan hebt, er demiwater bij doen. Als we toch kijken naar het afbreken van zetmeel onder invloed van amylase, het enzym, dan kun je ook een ander experiment opzetten. Je kunt waterbaden nemen van verschillende temperatuur en daarbij ga je kijken bij welke temperatuur het enzym het snelste werkt. Op de x-as heb je dan staan de onafhankelijke variabelen, in dit geval dus de temperatuur. Dan kun je in een grafiek op de y-as de snelheid zetten waarmee het zetmeel wordt afgebroken. Dat is de afhankelijke variabele. Je gaat ervan uit dat die afhangt van hetgeen wat jij varieert, namelijk de temperatuur. En die zet je op de x-as uit. Als je ziet dat kippen vluchten voor een roofvogel, dan is dat een beschrijvend onderzoek. Je hebt niets veranderd, je geeft alleen weer wat je ziet. Wanneer je nu zou willen weten hoe dat komt, wat nu precies de prikkel is waardoor de kippen vluchten, kun je een experimenteel onderzoek opzetten. Je kunt dan modellen van een roofvogel nemen en dan kun je de lengte van de staart en de lengte van de nek variëren. De lengte van de staart en van de nek, dat zijn de onafhankelijke variabelen. En de vluchtreactie van de kippen, dat is in dit geval de afhankelijke variabele. We gaan kijken naar de opzet van een proef. Die heeft een vast aantal onderdelen. Hij begint met de oriëntatie. De oriëntatie bestaat uit je onderzoeksvraag, de hypothese. Dan krijg je het werkplan, dat bestaat uit de verwachting, materiaal en methode, resultaten en verwerking. Als zesde de conclusie en als laatste nummer 7 de discussie. Die oriëntatie, bijvoorbeeld, op veel plaatsen komt verzilting voor en algemeen wordt verondersteld dat zout een schadelijke invloed op de groei van planten heeft. Voor de proef gaan we ons richten op de invloed van zout op aardappelcellen. Dan krijg je de onderzoeksvraag, datgene wat jij met je proef wilt beantwoorden. Een voorbeeld van een onderzoeksvraag in dit geval kan zijn: welk effect hebben verschillende zoutconcentraties op de osmotische processen in cellen van Red Star aardappels? Nog steeds de oriëntatie, maar nu de hypothese. Een voorlopig antwoord op je onderzoeksvraag. Dan heb je natuurlijk wel eens gehoord van osmose, dus daar ga je je antwoord op richten. Let op, een hypothese is een stelling die je wilt testen, maar geen vraag. Een voorbeeld van de hypothese kan zijn: als de concentratie zout in water hoger is, zullen de osmotische processen verstoord raken, waardoor de cellen
minder water opnemen. Als je dat hebt, kun je beginnen met een werkplan. En dat betekent als eerste dat je een experiment moet bedenken om je vraag te kunnen beantwoorden. Als je dat grofweg gedaan hebt, kun je een verwachting opstellen. Dat is wat jij denkt dat je gaat meten tijdens je experiment. Daar mag geen verklaring in staan. En zo'n verwachting is in de als-dan formulering. Als, en dan vul je hypothese in, dan, en daar vul je de uitkomsten van je experiment in. Een voorbeeld. Als cellen in een zoutoplossing met een hogere concentratie minder water kunnen opnemen, zullen aardappelstaafjes in een hogere concentratie korter zijn dan in een lagere concentratie. Examentips en daarmee natuurlijk ook tentamentips. Denk aan een goede controle of blanco en gebruik alle materialen die gegeven zijn. Dus een voorbeeld voor de blanco. Een reageerbuis gevuld met demiwater, waar dus geen zout in opgelost zit. Materialen, 4 reageerbuizen, 4 aardappelstaafjes, water, zout en een meetlat. Verder met het werkplan. Beschrijf welke factor en grootheid je wilt variëren en dat is je onafhankelijke variabele. Een voorbeeld is de concentratie zout. Welke factoren en grootheden constant moeten blijven? Alle andere factoren. Een voorbeeld is licht, temperatuur, hoeveelheid water. Dan heb je nog welke factor en grootheid je gaat meten, je afhankelijke variabelen. Dat is de factor die, wat jij denkt, verandert door de onafhankelijke variabelen. Bijvoorbeeld de lengte van de aardappelstaafjes. De uitwerkingen van je werkplan. In elke reageerbuis wordt een aardappelstaafje gedaan. In elke reageerbuis wordt 15 ml zoutoplossing gedaan. En je hebt een eentje van 0,0 gram zout per liter. Dat is je controleproef. De buisjes krijgen allemaal de gelijke hoeveelheid licht en de temperatuur wordt gelijk gehouden. En na 24 uur wordt met behulp van een meetlat de lengte van de staafjes gemeten. En daarmee is je werkplan klaar en vaak op een tentamen moet je een werkplan opstellen. Dus dat gedeelte heb je dan afgerond. Dan komen we aan onderdeel 5, de resultaten en de verwerking. Een tabel zul je moeten maken, maar ook een grafiek. En vooral een grafiek maken is wat lastiger. Benoem de x en de y as volledig. Denk daarbij aan de grootheid en de eenheid. De x-as de onafhankelijke variabelen en de y-as de afhankelijke variabelen. Als je meetpunten hebt, verbind ze dan met een vloeiende lijn. Teken de lijn nooit voorbij het eerste en het laatste meetpunt, tenzij dat erom gevraagd wordt. Maak een legenda, maar dat is alleen noodzakelijk wanneer metingen van verschillende variabelen zijn. Bijvoorbeeld verschillende aardappelenrassen die je in één grafiek gaat uitzetten. Hier zie je tabellen en grafieken. Ook zul je die grafiek moet je aflezen bij je resultaten. Benoem wat je in de grafiek ziet. Bij een toename van de x-as is er minder aan de y-as. Dus in het voorbeeld, bij een toename van de concentratie zout in het water zijn de aardappelstaafjes korter. Dan is het tijd om een conclusie te trekken. Je geeft daarbij antwoord op de vraagstelling. Bijvoorbeeld, zout heeft een negatieve invloed op de osmotische processen van aardappelcellen. Ook vertel je of je verwachting juist of onjuist was en in dit geval was de verwachting juist. Dan komen we aan het laatste onderdeel en dat is de discussie. In die discussie zeg je of je hypothese is aangenomen of verworpen. In dit geval is die aangenomen. Dan kun je nog bespreken de nauwkeurigheid van je onderzoek en suggesties voor vervolgonderzoek. En dan is je verslag van je experiment ten einde en daarmee ook de 5.2 Biocast.
Veel succes met studeren en tot de volgende keer.